Ja, ik vind dat ding heb je altijd goed gevonden. Koksnip. Ik heb het altijd goed gevonden. Tot bij. De film gaat over een toponderhandelaar, een jonge toponderhandelaar uit New York, die door een rijke sheik naar Vlaanderen gestuurd wordt om daar de prijs van een topduif te onderhandelen. He's a powerful, well, young, but he works for a powerful financing group in New York. And he's trying to get the investment for a sheik over in Dubai. And basically that sheik will only invest in his company if he can get a hold of this pigeon. Maar die duif blijkt niet te koop te zijn. Colin, my character, takes it upon himself to get over to Belgium and get that pigeon no matter what it takes, but also he's pretending to be a school teacher and so he can gain the trust of the people and eventually try to get this pigeon. De duivenmelker in kwestie, de koppige duivenmelker is Jan de Claire. De dorpspastoor is Jos de Pauw. De love interest, zal ik zeggen, het meisje waar onze held verliefd op wordt, is Charlotte Bruyne. Ik speel Isabel, kleindochter van de beste duivenmelker van Vlaanderen. Maar nog niet te veel venten tegengekomen in haar leven. En dan landt daar plots een Amerikaanse stuit binnen. En dat vind ik heel gezellig dat die binnenwandelt. Ik denk dat Isabel iemand is die echt aan het wachten was op zo'n vent. Dat zo ook voor haar was van, eindelijk gebeurt er iets. Ik had het nodig. Vreemd genoeg heb je dat idee opgehaald in Los Angeles. Ik zat daar op een bepaald moment naast mijn zwembad, dat ik toen nog had, te kijken naar de lucht. En plots zag je daar een sportduiven die vliegen in bepaalde formaties, zoals wij allemaal kennen in Vlaanderen. Voor ons dat een heel normaal beeld, maar ginder was dat een hallucinerend beeld. Ik dacht, wat doen die beesten hier? Ik dacht dat alleen iets Vlaams was. En toen bleek dat mijn buurman, die een paar blokken verder woonde, een Mexicaan, een duivenmelker te zijn. En die heeft me gezegd, nee, dat is heel internationaal, er zijn heel veel mensen die dat doen. Mike Tyson doet het zelfs en zo. Pigeon fancying is something I knew absolutely nothing about previous to starting the film or previous to reading the script. It's quite an interesting world. There's a lot of money to be made from it, which is something I wasn't aware of. Als ik dat las, moest ik daar vreemd mee lachen, omdat ik het gewoon ook, het heeft iets enorm aandoenlijk. Het is ook spannend, die duivenracen en die beelden van de Barcelona Classic. En dat is iets dat ik totaal nog niet kende, nog nooit had gezien. Voilà, dat is goed, perfect. Eerst hoorde ik dat van Dominique was, dan las ik het script. Zag ik dat ik in het Engels mocht spelen, dat vond ik fantastisch. En dan hoorde ik dat Jan de Claire, Jos de Pauw, Vivian de Munk, en dat zijn zo fantastische monumenten om naast te staan. Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. Gaan we naar de ting toe, naar het kerkhof toe? I like the script. I love Dominic. He's brilliant. I was calling him Dominic. What was I saying? Dominic de Luder for a while, thinking that's how you say it, but I still can't say it that well. But he's amazing. I mean, he's like the nicest guy in the world and a great director. And he'll never say more than he needs to say, you know. Ja, hij zegt dan in twee zinnen wat dan niet juist zat en hup, volgende take. Geen gezever, da-da-da, next. So. En ik voelde mij daar enorm op mijn gemak bij, omdat ik snapte hem ook altijd als hij... Ik begreep hem echt. En het klikte ook tussen hun twee. En dat is altijd prettig dat mensen die toch... Ze spelen een verliefd koppel. Als ze elkaar niet zouden zien zitten, ik bedoel dat niet dat ze amoureus zijn of zo, maar als er een soort van aversie zou zijn, is dat natuurlijk heel moeilijk. En deze twee, dat klikte goed. Die twee die werken graag samen, hebben veel fun. En dat zie je op het scherm. Dat komt de film ten goede. Charlotte is brilliant. She's very good. She's a good actress. She's very fun. She's, you know, got, you know, a lot of energy and she can be a bit silly sometimes. She's made this very easy for me. Her English is perfect. De eerste twee dagen speelde ik met iemand en ik wist echt niet wie is die vent. Dat was ook geen probleem van in het begin, maar dat was gewoon iets waar ik aan moest wennen. Maar we hebben heel fijn gespeeld, vind ik. En ja, dat klikte goed. Het was een fijne samenwerking. Ondertussen is het een aantal jaren geleden dat je op de set hebt gestaan. Hoe voelt het om er terug te staan? Wel, dat is prettig natuurlijk. En die 6 jaar, dat is voor elke filmmaker te lang. Ik denk dat elke filmmaker zoveel mogelijk films wil maken. Het was een lange wachttijd, absoluut. Dus ik ben heel blij van terug op de set te staan, absoluut.
Het voelt goed. Het voelt fantastisch. Voelt maar meer? Ja, nu even weer niet natuurlijk. Nu heb ik het weer even gehad.